Goed Charles, jouw mannen was langklaas in die kruid geweest. Vertel ons een beetje meer van die toernooi wat jullie bij Presley zou. Ja, ons met de ontwikkelingsstudie. Ons gaan vir Pretoria's boxers geleentheid gee, laat die publiek van Pretoria kan sien. Hier is talent in Pretoria en ons verwag baie van die boxers van Pretoria die gaan boksen. Daar is boxers van Sebastian Roffman wat van sy gym en van Pretoria's. En dan natuurlijk van die eerste gym. Van mij jammer zelf ook. In die hoofdgevecht zal Sebisu Sudango gaan boksen in die hooggangeskrewe boksen van Natal, van Durban. En ik verwacht baie vierwerken van al die gevecht. En dit is bedrig in die hoofdvoorgevecht wees. Ik zie ook uit naar al gevecht, naar al die tragedie wat plaasgevind het. Sy lijk my goed voorbereid vir die gevecht, so ons sien baie uit naar die toernooi gaan plaasvind. Jy praat al baie lang van Sebisu. Hoe lang verwacht jy voor dat hy daar een SA titel kan aanvang? Ek voel Sebisu die 3 juli baie goed presteer, voel ek ons van dat hy voor die einde van die jaar van die Amerikaanse titel boks. En ek geloof hy kan dit wen. Ek het hier eens SA kampioen gekyk waar hy boks en Sebisu hierdie talent om hom te kan wen. Dankie.